En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Gitter, aldermeugend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zal ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil ik, is niet op een spul. Zijn jullie al bezig met de voorbereidingen van Sinterklaas en Kerst? Dat is de vraag. Weinig. Nee, nog helemaal niet. Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben wel op Facebook aan het kijken naar allerlei leuke kerstversieringen, maar verder nog niet. Ja, ook. Ja. En wat zijn die voorbereidingen dan nu? Cadeautjes kopen? Onder andere. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat wij eigenlijk Sinterklaas overslaan. Hey. Ja, we hebben vroeger heel veel van Sinterklaas staan toen de kinderen en de kleinkinderen nog klein waren. Maar dat zijn nou allemaal reuzen. Nou, je moet nog plannen en kopen en dingen. Oh nee, daar gaat het bij mij helemaal niet om. Nee hoor. Dan gaat het om. Gewoon gezelligheid en die kan ik ook nog alleen maken. Doen jullie nog wat aan kerst? Ja, zeker. Ja, ik ga met kerst bij mijn ouders vieren. En ook dat weet je dus al, dus je bent er wel mee bezig al. Ja, zeker. Ja. Zelfs. Ja, bomen. Sterren. We hebben een hele Noorse uitbreiding van de kerst en zo. Dus. We hebben geen cadeautjes. Nee. Dat doen wij eigenlijk nooit. Nee. Dat vind ik. Ik vind dat zoiets Amerikaans. Nee, daar zijn wij dan niet van. Ja. Hoe ziet kerst er dan uit voor jou? Zet je wel een boom of zo? Heel simpel, ja. Ik heb een hele bijzondere. Ja. Die ik zo van zolder kan halen. Ja. Een design. Maar die staat echt heel mooi. Met ballen erin? Nee, want dat heeft hij helemaal niet nodig. Daar is hij te mooi voor. Nee, mijn moeder komt en mijn schoonouders komen. Oké. En met de jaarwisselingen komen de kinderen van mijn man. Ook nog? Dus, ja, die komen ook nog. Ja. Dus ja, wel gezellig.